Hallo en welkom op Atlas Race voor alweer de voorlaatste race van het tweede seizoen. We gaan vandaag racen in Brazilië. Slecht nieuws zoals we willen zien, het regent weer, de hatelijke weersomstandigheden, want dit is echt mijn zwakte punt. Maar gelukkig heb ik gisteren de pole kunnen pakken tijdens de kwalificatie, was het gelukkig nog wel droog, dus moeten we op mijn tempo rijden, hopelijk kan hij het volhouden, geen idee, het zal een moeilijke race worden. Normaal vind ik deze race wel goed, makkelijke race vind ik, maar met de regen zal het helemaal anders worden. De pole voor mij dus, weer gevolgd worden aan mijn teammate Perez, die denk ik een penalty heeft gekregen, want die was nogthans tweede geëindigd tijdens de kwalificaties. Die gaat een slechte zaak doen. Inderdaad, die in plaats, die heeft iets gedaan dan. Albon ook wel altijd gekregen. Ik weet niet wat de strategie is qua banden dan. Okay, we've already won the championship, so relax and enjoy this race. Inderdaad, we hebben het kampioenschap al gewonnen, maar het is natuurlijk altijd leuk om in schoonheid af te sluiten. Het zijn rare banden. Zijn dan intermediates. Ik ga voor geen stop gaan, moet normaal lukken, want het blijft toch altijd regenen. Het zal niet worden met de banden, maar komt goed. Bij zinnen ga ik nu wel een pak meer meepakken. Anderhalve ronde meer, of 1,6 zelfs. Want bij regen verbruik je blijkbaar veel meer. En dan gaan we starten. Slechte start, die gaan we vallen mee. Zetten we aan de binnenkant. Dan gaan we zelf die binnenkant terugpakken. Maar zet dat niet op als Leclerc daar. Dan ben ik blijkbaar in aanraking gekomen, maar dan kom met de waarschuwing dan af. Maar het is geen zware regen, maar toch hard genoeg om te slippen en om dragen met de rijden. Verre van ideale omstandigheden voor mij. Het podium zou ik tevreden zijn. Het zijn smalle delen in het begin, ik kan er op twee momenten eigenlijk inhalen. Dus op dit deel moeten ze wel achter mij blijven. Ik leer wel op enige afstand te zitten nu. Met een smalle deel daar kon ik niet volgen. Volgens mij zit daar al wat Perez. Je hebt wel een mooi aantal plaatsen opgeschoven. Zit al achter Hamilton, denk ik, als ik het goed heb. Niet verwacht. Okay, deze regen valt mee. Het is vooral opletten, maar in principe gaat het nog net. Ik ben blij dat ik eerst eens rij. Anders zal het wel een andere vraag geweest. Dan moet je echt verschrikkelijk traag gaan. Het valt me wel op, zeker in het tweede seizoen dat er veel races geweest zijn met regen. Te veel naar mijn goesting, want ik haal dat echt. Ik had gewoon zoveel trager. Als je niet vooraan staat, botst op degene voor je. Dus ja. Oeh, de tweede slipper. Het is een kwestie van de auto vooral onder controle te houden. Want de flashbacks. Ik probeer te vermijden. Great work. That's a new fastest lap for the race. Perez pakt mijn snelstondje af, wat ik ook al wel ergens verwacht, want die is gigantisch. Hij komt opvliegen van plaats 10 naar plaats 3. Moet ik de deur maar toe maken ertussen. Maar doe jij de scheiding toe? Ja, dat weet ik al, maar doe je dit
Ja, van mijn telefoon, maar toen ik hij is aan het doen. Sorry voor het lawaai, maar er is een onverwacht telefoon, of niet onverwacht, er is namelijk altijd telefoon. Die wordt altijd gebeld en geroepen. We hebben al gemerkt dat Parijs goed met deze weeromstandigheden om kan, want het duurt het altijd goed in de regen. Eén race heb ik er wel kunnen inhalen. Ook al had hij 6 seconden voorsprong, maar hij heeft nu toch al een snel rondje afgepakt. Ik kan misschien wel zijn door slipstenen al, maar ik weet niet of ik het kan terugkrijgen. Ik kan namelijk niet pitstop maken, dus deze banden worden slechter en slechter. En is er nu. Sjak, ja wel. Gaat hij terugpakken? Nee, maar hij pakt wel die tweede plaats. Die is klaar. Oh, oh. Die is toch echt wel al een race aan het rijden, van plaats 10 naar plaats 2 nu. Kan die jacht gaan maken op mij, zou je denken, maar normaal, als het zoals anders gaat, gaat het zelfs weer een verval krijgen. Hij heeft altijd een super begin, maar daarna valt het altijd wel tegen bij hem. Je ziet het sowieso uitkijken bij deze bochten, dat je niet weg zit op de kantjes en dan helemaal bij het regen weer. Kijk eens aan, die auto slipt gewoon. Maar bijsturing ging redelijk makkelijk. Hij heeft ook al een voorsprong van meer dan een seconde op de kleier nu, dus ja. Ben benieuwd, gaat hij naar mij toe komen? Nieuwe snelste rondje. Good job. That was the fastest lap of the race so far. We're leading our teammate by 4.1 seconds. Dit was geen goede bocht, je gaat die tijd goed maken en ook geen goede exit. Ik ga al beginnen met zelf zo maar te schakelen. Want anders ga ik weer niet toekomen met benzine. Een brandstof, ik weet niet wat het is. Benzine of diesel. Ik weet het anders speciaal. Ja. Die slechte bocht vertaalt zich meteen in een andere tijd. 3.5 seconden ze voor te maken alleen. Dit stuk gaat wel heel goed door, regen of niet. Dus. Hij had een goede tweede sector gereden, was ook de snelste en ook terug de voorsprong vergroot naar de boven 4 seconden. Ver is pak terug de snelste ronde af. Ze gaan het ook nog stand zijn, misschien wel niet om de eerste plek, maar wel om wie de snelste ronde gaat pakken. Dat ook verkleind weer. De eerste sector van de race pakt de rest wel heel snel. Mijn beste sector is de tweede, maar ik maak hier nog wel een paar schoonheidsfoutjes. Hij komt toch dichter hoor, door deze slechte sector. Maar 3 seconden. Ik zal dan moeten blijven concentreren en goed rijden, want anders zal hij direct bij me zijn.
Het is wel een pak beter genomen. Nou, Perez die blijft er ook vlammen, dat was 2,8 seconden. Ik ben een beetje schrik te krijgen. Kampioenschap hier nog niet. Ik wil natuurlijk nog graag elke race. Maar dat is buiten Perez gerekend. Die wil zijn tweede plaats ook nog meer in de verf zetten. Dit komt beter. Geen flashback. Wel tijdverlies, maar maakt niet uit. Hij maakt wel het maar. Voor zo'n ding kan ik natuurlijk geen flashback doen, anders kom ik er wel aan 100. Die brandstof staat daar terug in het geel, dat wil dat zeggen dat ik niet ga toekomen, of dat ik op deze manier blijf rijden, geen idee wat dat betekent. Die heeft er nog gestaan bij regen weer, maar geen idee wat dat betekent is ervan. Dat is een nieuw snelste rondje. Nou, dat toch tot op 2,5 seconden. Het gaat blijft kleiner. Ondertussen kregen we de melding dat Magnussen uit de race is gezet, of niet gezet, heeft moeten opgeven waarschijnlijk. Okay, at the current pace and fuel settings, we won't have enough fuel for the end of the race. Consider lowering the fuel mix. Okay, als ik op deze manier blijf doorrijden, zal ik niet genoeg benzine hebben voor de rest van de race. Ik heb als anderhalf rondje meegepakt, maar ik ga moeten op ding rijden nu al. En toch, we moeten aan denken om bij die rechterlichte stukken zelf te gaan schakelen, want anders gaan we er niet geraken. Dat zou echt een beetje shame zijn. Oké, zelfs met door op lean trainen, nu blijft het gat stabiel, constant. 2,5 seconden is niet veel, maar goed genoeg. Maar ik moet zelfs schakelen, duur. Ik ben het vergeten. Dat is blij, het was nog de rondes rijden. Beangstigend. Ai, ai, ai. Als ik meer op mijn snelkant zet om te schakelen, vandaar het gras. 2,031. Gaat zelfs binnen een aantal rondjes bij mij komen. Don't look like they're shifting. We're predicting at least 20 minutes of heavy rainfall. Heavy, anders heavy, dacht dat light rain was. Het gaat voor de rest van de races regenen. Dat is ook voorspeld in het begin.
2.053, het blijft hetzelfde, maar het zou eigenlijk een beetje groter moeten worden. There's 8 laps of fuel remaining. Nog 8 ronden en ik heb er nog zelfs nog 8 te gaan. Dat is oei, je gaat naar de 1 seconde nu, ja. Die derde sector pak je toch ook altijd heel goed dan. Ik denk dat hij volgend rondje gaat aansluiten. Dan kan ik nog even op lien rijden. Dus hopelijk heb ik de volgende slipstream daarvan te profiteren. Ja, hij komt nu al aansluiten. Deze bocht wordt toch slecht gepakt door mij. I think we're still on the right tires for the time being. Tweede sector blijft nog mijn sterkste ding. Het gat met de rest wordt wel groter en groter, 12 seconden al. En de rest terug, dus ik snap niet dat hij dat doet. Die ballen worden toch ook minder en minder. Ik kan misschien nog één rondje afhalen, maar hij gaat binnenkort van mijn slipstream kunnen profiteren. Ja, hij zit binnen de seconde nu door de slipstream. Hier neem ik toch altijd een beetje extra afstand die ik vervolgens weer ga verliezen. Ook het snelste gepakt deze sector. Nu de snelste ronde misschien? Jawel. Dat was de snelste lap van de race. Keep this up. Het gaat ook weer boven de 1 seconde. Ik zal er terug door naar de 1 gaan, doordat ik slecht de bocht pak. Ja, dat het tekort aan benzine komt sowieso, ik heb dat al bij een normale race voor. Dan moet ik veel met de rem werk, in plaats van mijn gas gewoon los te laten. Ja, dan verspil ik al meer gas op benzine. En zeker in regenweer gebruik ik blijkbaar sowieso meer, plus met mijn stijl van rijden. Ja, is dat natuurlijk veel meer benzine dat ik moet meepakken, waardoor ik enerzijds zwaarder weeg. En dan ja, minder traag ben, van minder snel ben. Goed, dan besparen we nu. Benieuwd hoe het ermee staat. Nog 5 ronden en verder nog 5 te gaan, dat is mooi. Het gaat terug naar de seconde. We have 5 laps of fuel remaining. Ja, nu gaat ik eerst nog nooit echt kunnen aansluiten, maar dat zal voor direct zijn, denk ik hoor. Het gaat nog spannend worden.
Ai, 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 ai. Nu is prijs, denk ik. Nu is prijs. Zit in mijn slipstream. Ik hoop nog dat ik dit recht kan overleven, maar het wordt moeilijk. Ja, wel, het gaat nog lukken. Ja, 15 rondjes heeft hij zich van de 10 naar de tweede plaats kunnen werken. Vlak achter mij. Ja, een knappe prestatie. Dit rechtstuk pak ik altijd weer afstand, maar bij het volgende zal hij weer daar zijn om over te nemen. Komt hier zelfs nu al aansluiten. Ik ga wel proberen hem af te hangen. Maar het lukt goed. Ik zit nu al wel vlak achter mij. Dus die benzine arm in die auto, ja. Oh, ik ben spannend. There's 4 laps of fuel remaining. Oké, okay, goed bespaard nu. Oh, ik moet wel op normaal rijden, want anders gaan die overnames te makkelijk zijn. De snelste moet nu wel behouden momenteel. Some information on Butler. They have some kind of mechanical problem. Butler, mijn grote rival van de F2. Een probleempje. Laatste rondjes hebben we. Normaal kan ik hem wel afhouden. Het zal dit vooral spannend zijn op het volgende rechte stuk. This is your final lap of the race. Allee, dit stuk zijn we als eerste doorkomen. Dan is de winst normaal binnen. We've only got 2 laps of fuel left. Oh, ik had zelf nog te veel over die brandstof. Heel te veel bespaard, maar ik kon het niet weten op voorhand natuurlijk. Komt hij nu wel dichter door het fitting van daarnet? Dan kunnen we op rits rijden. Hè. Voor helemaal zeker te zijn op het rechterstuk op te einde. There's only 1 lap of fuel remaining. En nu wil je gas, 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 gas.
Kijk eens aan, we gaan finishen. Van een spannende race, niet echt de wildste, maar Perez bleef bloedgat tot op het einde toe. Kwam nog super dicht tot binnen een seconde, maar overwinning is voor ons. You worked hard for that one. Congratulations. Inderdaad, hard gewerkt. Maarten zit nog een vliegen. En bovendien geen flashbacks gebruikt, wat ook zeer mooi is. Was dit ook echt het geval, constant eerste rijden, continu. Geen pitstop te pakken, dus daar had het voor haar ook niet. Een paar keer stikken, maar die stippertjes werden telkens goed gecorrigeerd. Dus ik kan weer al op de hoogste trapje staan. Verdient de tweede plaats voor Perez, ook driver van de day worden door zijn goede prestatie. Inderdaad, hij zit ook gewonnen. Ik ben wel blij dat ik er snel een stond heb, net ondanks in de regen. Perez geklopt daarbij. Ga dan naar de stemmings kijken, het gat gaat terug richting... Dat wordt weer geroepen ineens hoor. Het gaat ook naar richting de 100 punten. Ook bij de constructors staan nog eerst eens een gapend gat. Het gaat nog wel spannend worden tussen Red Bull en Ferrari. Bedankt om te kijken naar deze aflevering. De volgende aflevering zal de allerlaatste zijn van mijn carrière op Formule 1. Dus hopelijk zie je dan terug. Tot dan.